SP-lijsttrekker Linia Marijnissen. Die heeft iets spannends gedaan. Die is... Nou ja, het verbaasde mij enorm. Ik moet de hele tijd natuurlijk naar links en rechts kijken. Die heeft de keuze gemaakt om een interview en een fotoshoot te doen in de Playboy. Nou denkt iedereen gelijk, nee, helemaal bloot. Nou, kijk even naar het beeld van Lilian. Hoe dit is het. Dit eruit zien. Er is nog een andere foto van haar, want zij is een enorme fanatieke kickbokser. Dit zijn gewoon foto's uit de sportschool. Nou ja, en dat verbaasde mij dus ook dat ze dan wel kiest voor de Playboy met dit soort foto's. Want dan zou ik persoonlijk voor andere titels kiezen om jouw sportmentaliteit te laten zien. Maar goed, het is een goede teaser om natuurlijk te zeggen, we hebben haar in de Playboy staan. Nou, je kan echt geen easy toys speelgoed nee. iets van maken, toch? Eens, maar we hebben haar wel even gesproken, want we willen natuurlijk van haar persoonlijk weten waarom ze dit heeft gedaan en nou, hoe ze het wat voelt. Dacht je van, waarom heeft ze het vooral niet gedaan, voor de deur staan? Is de vraag, denk ik. Zullen we even kijken? Soms moet je in je leven ook wat nieuwe dingen uitproberen. En dat is voor mij in de Playboy inderdaad. In het 8-pagina's tellende interview krijgen we een hele andere kant te zien van de politica. Mensen kennen me natuurlijk vooral vanuit Den Haag. Politiek gaat altijd over serieuze dingen en dat is ook logisch. Maar hier kun je ook een andere kant van jezelf laten zien. In het interview komt ook bijvoorbeeld de sportieve kant aan bod. Dus ik sta op de foto als ik aan het kickboksen ben, want dat doe ik graag in mijn vrije tijd. En ja, dat is ook wel heel leuk om een keer te laten zien natuurlijk. De Playboy staat bekend om de sexy covershoots, maar daar voelt Lilian niets voor. Dat was ook nog wel een vraagje van Playboy, of ik daarvoor te porren was, voor die zogenaamde koffer. Maar ik dacht, ja, dat ging me toch een beetje te ver. Dat vind ik dan toch wel meer iets om privé te houden. In het interview vertelt ze dat ze wel eens een dikpik heeft ontvangen. Ik denk dat meer dames die zitten te kijken daarmee te maken hebben. Ik ken echt ook geen één dame die hierop zit te wachten, die het leuk vindt om ze te ontvangen. Haar interview voor het blad is dan ook vooral geen aanmoediging om in Lilians DM te sliden. Dat hoeven ze echt niet te doen, want daar zit ik echt totaal niet op te wachten. Dus mensen die dat van plan waren, die nou ja, kunnen dat overslaan. Gewoon iets nieuws proberen, iets anders, toch? Ja. Nou, ik begrijp niet. Ik bedoel dat je een interview geeft en in deze belangrijke tijd en de verkiezingen komen eraan. Maar ik begrijp dan niet dat je het met zo'n foto in de Playboy doet. Wat voor foto had je dan? Nou, dan is het of het is spicier omdat het meer bij de Playboy past. Of je kiest voor een andere titel omdat je zo graag wil laten zien dat je een enorme kickbox-fan bent. Andere titel als in ander... Als ander blad. Ah, ander, ja, okay. Ander, ja. Ik moet wel zeggen dat Playboy wel... We hebben het jaren niet meer over dat blad gehad. En sinds ze met die bekende namen weer zijn gekomen... Mm-hmm. Ja, we hebben het er iedere keuzes. Keer over, toch? Ja. Ronald is wild enthousiast. Ja. Nee, nou, ik snap. Er was toch altijd zo van, je kocht de Playboy voor de interviews. Maar dat is dan in dit geval schijnbaar de weg die ze gaan, toch? Ja. Of zat er ook nog wel iets in qua... Ja. Bijvoorbeeld, ja, een heel groot interview. Ga je ook in de Playboy staan trouwens? Nee. Nooit? Nou ja, waarom zeg ik eigenlijk gelijk nee? Nou, niet bloot in ieder geval. Dat is één maar ding wat duidelijk. Blootig. Wat is blootig? Dat wat je is nog de, wel wat iets, is dat een gekaderd? Klein beetje iets aan hebt of zo. Maar dit is helemaal niet naakt, toch? Nee, dit is hem gewoon een mooie sportfoto. Dus ik zou niet volledig naakt in de Playboy gaan. Jij? Nee.